omrekenen met kruistabellen. Mol geeft aan hoeveel er van een bepaalde stof aanwezig is. Omdat mol in de scheikunde erg vaak gebruikt wordt, is het handig als je goed weet hoe je met deze maat moet rekenen. Om makkelijk dingen om te kunnen rekenen, kun je gebruik maken van een kruistabel. Een kruistabel kun je voor allerlei berekeningen gebruiken wanneer je naar de verhouding tussen twee getallen wil kijken. Er volgt nu een voorbeeld. 8 mol zuurstof heeft een gewicht van 128 gram. Hoeveel weegt dan 1 mol zuurstof? Om dit uit te rekenen kun je gebruik maken van een kruistabel. Zo maak je een kruistabel. Stap 1. Schrijf de eenheden op. Stap 2. Vul de gegevens in die je weet. Stap 3. Vul in wat je wil weten. Bij stap 1 heb je mol en gram. Bij stap 2. Je hebt 8 mol zuurstof en dat weegt 128 gram. Dan vul je 8 mol en 128 gram in. Stap 3. Je wil weten hoeveel 1 mol zuurstof weegt. Nu wil je gaan uitrekenen hoeveel 1 mol zuurstof weegt. Bij een kruistabel vermenigvuldig je de schuine en dan deel je door het laatste getal. Je doet dan dus 1 maal 128 gedeeld door 8 is het vraagteken is 16. 1 mol zuurstof weegt dus 16 gram. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.